Goedemorgen en welkom bij het live televisieprogramma van Schiet TV Onder Ogen. Vandaag in de uitzending: het advies van de verkenner voor de nieuw college in Schiedam kreeg donderdag geen meerderheid. Sun van Dijk won de Joke Smit aanmoedigingsprijs. Koningsdag en 4 mei komen er weer aan. Wat gaan we doen en wat zijn de thema's? Dit en meer vandaag op zaterdag 23 april in de 228ste aflevering vanuit de Korenbeurs. Voordat we beginnen, eerst het korte weerbericht van Tom Bruin. Beste kijkers, dit is het weekendweerbericht van zaterdag 23 april. Het is ongelooflijk, de afgelopen periode is er geen druppel water gevallen. De dagen waren zeer zonnig en zeer droog. Nou, hoe dat dit weekend en daarna gaat verlopen, dat hoort u zo van mij. Een hele goedemorgen en hartelijk welkom. Leuk dat u weer kijkt. Ik heb bij mij aan tafel Nathalie Gouweleeuw. Goedemorgen. En Alexander van Steenderen. We hebben afgesproken vooraf dat we elkaar tutoyeren. Dus we houden het lekker een beetje informeel vandaag. We hoorden net Tom met heel veel zonnestralen en mooi weer. Dat was niet heel erg mooi weer afgelopen donderdag in de gemeenteraad. We gaan daarover in gesprek. Verkenner Nathalie Gouweleeuw heeft donderdag haar advies voor een nieuw college in Schiedam gepresenteerd. Ze kwam daarbij uit op een combinatie van de vijf partijen VVD, DENK, D66, Progressief Schiedam en Alles voor Schiedam. Donderdagavond debatteerde de nieuwe Schiedamse gemeenteraad over dit voorstel. En in dat debat werd duidelijk dat de voorgestelde combinatie niet kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Nathalie, goedemorgen. We zijn nu iets meer dan een maand na de gemeenteraadsverkiezingen en we moeten in Schiedam weer van vooraf aan beginnen. Wat is er gebeurd? Nou, allereerst is er gewoon gebeurd wat altijd gebeurt. Na de verkiezingen verkenner aangesteld. Ik had de eer om dat te mogen doen. Ik ben dat aangegaan vanuit de vraagstukken van deze tijd. Dus als ik kijk naar verbinding, diversiteit, wat volgens mij nodig is. En daarin heb ik een bijzondere start gemaakt van de verkenning. Dus niet gelijk met de individuele partijen in gesprek, maar gestart met een gezamenlijke bijeenkomst waar we met elkaar afspraken hebben gemaakt over hoe gaan we het doen. En op basis van wat ik net zei, de zaken die belangrijk zijn, die de stad vragen, dat altijd voor ogen houden, een stabiel bestuur, mijn liefde voor deze stad. Met dat in mijn hart heb ik een advies neergelegd, wat volgens mij aansluit bij wat er nodig is, waar ik achter sta en waarvan de raad heeft gekozen om dat advies niet te volgen. En dat kan. Dat kan. Hoe ben je tot je advies gekomen? Wat ik net zei, eigenlijk met de start van die collectieve bijeenkomst. Dus dat zegt ook iets over het proces waar je in gaat. Er is een hoop gebeurd in de raad afgelopen en in de stad afgelopen 4 jaar. In de wereld, zou ik bijna zeggen. En met dat in mijn achterhoofd heb ik gedacht, dat vraagt wel even iets. Dat heeft ook heel veel van de mensen gevraagd. Dus laten we met elkaar starten, kijken of we afspraken we maken. Daar was openheid, ruimte voor de partijen om in te brengen wat zij daar nodig vonden. En vanuit die afspraken en dat vertrouwen wat ik daar heb gekregen, ben ik het proces gestart. Ben ik 11 gesprekken ingegaan en aan de afspraken die daar gemaakt zijn, daar heb ik me aan gehouden. Je hebt je aan gehouden, met alle partijen in gesprek gegaan. Hoe kan het dan toch zo mislopen? Wat voor mij wel lastig was even tijdens het proces, wat ik net zei, ik ging uit echt van de openheid vertrouwen, van de zaken die we met elkaar hadden afgesproken. Dat is wie ik ben, dat is hoe mensen mij kennen. En eigenlijk onderweg kwamen er andere zaken tussendoor. En die heb ik moeten toetsen. Bijvoorbeeld een initiatief van een aantal partijen. Die zeiden, wij komen met z'n vier aan tafel. Had dat alsjeblieft ingebracht in de collectieve bijeenkomst, hadden we het over kunnen hebben. Dus ik had het dilemma. Hoe ga ik daarmee om? Dat heb ik afgewogen, heb ik echt een dag over nagedacht. Ik dacht, ik heb het vertrouwen van de hele raad gekregen. Ik was niet verkenner voor één partij, maar voor de hele stad. Voelt dat ook echt zo? Want u bent natuurlijk door de VVD gevraagd. Denkt u dat u dat ergens in de weg heeft gezeten? Nee, dat heeft mij nooit in de weg gezeten. Toen wij samen deze stad mochten besturen, heeft dat ons ook nooit in de weg gezeten. Ik was altijd een wethouder voor de hele raad, voor de hele stad, voor alle Schiedammers. En dat is gewoon wie ik ben. En als je mij vraagt voor zo'n proces, is dat ook hoe ik erin stap. Alexander, je bent een oud wethouder van de gemeente Schiedam. Hoe kijk jij daarnaar? Allereerst de respect inderdaad voor hoe Nathalie het wel heeft aangepakt. Want ik denk echt wel dat het moedig was om in het begin inderdaad zo'n stap te nemen met al die partijen om een openheid. Ik denk ook dat ze gelijk heeft dat er heel veel gebeurd is ook de afgelopen periode.
Ik vind het dan ook jammer inderdaad dat je dan toch ziet inderdaad dat partijen inderdaad gedurende dat proces toch weer andere keuzes maken inderdaad. Dus, maar uiteindelijk is de raad zelf aan zet. Zij moet eruit komen uiteindelijk hoe ze zichzelf gaan besturen eigenlijk op die manier. En nou ja, ik hoop maar inderdaad dat ze zich even achter de oren krabben over hoe dit proces is gelopen. En ook weer even naar zichzelf kijken. En toch uiteindelijk snel weer proberen te komen tot een stabiel bestuur. Want dat verdient deze stad. Nathalie Alexander zei van ja, het is toch uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de raad zelf. Toch wordt er gesproken over de miskleun van de verkenner. Is dat ook iets wat je terecht vindt? Nou, een advies kan niet overgenomen worden. En dat vind ik heel... Dat kan. Het volgen van het proces, ja, het niet meegaan, dus ja, de verbinding kiezen boven macht, de collectieve afspraken boven politiek, ja, wat er nodig, volgens anderen nodig is. Ja, is die afweging verkeerd? Ja, ik weeg hem aan mijn eigen waarde, dus voor mij is die niet verkeerd. Ik heb daarin natuurlijk met iedereen gesproken, ik heb het hele veld overzien. Ik heb daarin de verbinding gezocht, gekeken naar wat de stad nodig heeft op basis van inhoud. Wat heeft in samenwerking daar in termen ook met de stad nodig? Wat heeft de Schiedamse kiezer gezegd over de verdeling in de raad? En ik heb die brede afweging maken met het overzien van het hele veld. Ja, en natuurlijk heeft de raad sowieso het woord daarop. Op het moment dat mijn advies was gegeven, is de verkenning afgerond en is het daaraan. En heeft ieder natuurlijk het recht om vanuit zijn positie en vanuit zijn perspectief het te duiden. Ik heb het vanuit het geheel gedaan. Ik heb het vanuit het overzien van alles gedaan. En er was het blok van vier. Denk PvdA, GroenLinks en PS. Ze kwamen al heel snel eigenlijk met hey, hier zijn we, hier staan we. Er wordt een beetje gezegd, ja, u heeft dat genegeerd. Bent u het daarmee eens? Nou, dat viel eigenlijk. Ik werd daarmee geconfronteerd nadat de collectieve afspraken waren gemaakt. Dus dit is niet ingebracht in die gemeenschappelijke bijeenkomst. Dus eigenlijk op het moment dat ik een aantal uur voordat ik op punt stond om het eerste gesprek te voeren, en ik gewoon nog aan het werk was, ook op andere plekken, werd ik geconfronteerd met zo gaan we het doen. Ja, en die moest ik afwegen. Zo gaan we het doen ten opzichte van wat hebben we met elkaar afgesproken. En we hadden afgesproken, ik voer 11 gesprekken. En ik duid 11 gesprekken. Dus ja, nogmaals, daar heb ik een dag over nagedacht. Ja, maar is het dan ook niet logisch als er onverwachte dingen gebeuren, dat er toch ook enige flexibiliteit in zit? Denk je achteraf, ik had misschien toch dat gesprek op die manier moeten voeren? Nou ja, als het 2 dagen na zo'n collectief bijeenkomst, weet ik niet of dit onverwacht te duiden is. Dit was natuurlijk ook al bij hem bekend. En dat initiatief hadden zij natuurlijk al bedacht dat ze dat zo wilden doen op die maandagavond. En ja, dat heeft mij wel betreurd dat dat daar niet is ingebracht. Dus... Heeft u het ergens nog overwogen om te kijken, kunnen we hier iets mee? Kunnen zeker we een coalitie vormen met deze vier partijen? Zeker. Ik heb echt alle 11 puzzelstukken overwogen. En ook daarin gekeken, wat ik net zei, waar zit op inhoud gewoon aansluiting? Waar sluiten partijen elkaar niet uit? Wat is er in de samenwerking nodig? Ook als het gaat over wat voor colleges zitten straks. Hoe gaat dat in de samenwerking met de raad en met de stad? Dus die afweging is op alle combinaties gemaakt. En ik kan je zeggen, ik heb daar echt 2 dagen, terwijl iedereen lekker met paas in de zon zat, heb ik 2 dagen echt zitten puzzelen en analyseren en alle mogelijkheden gewogen aan de criteria, ja, waarvan ik dacht wat het beste voor de stad zou brengen. Nou, vlogen er verwijten over en weer. Donderdagavond in die Kamer, er werden een paar kreten geroepen zoals achterkamertjespolitiek, kartelvorming, spelletjes. Waar ik me kan voorstellen dat de Schiedammer zelf zich vooral druk maakt over armoede en woningnood en leefbaarheid in bepaalde wijken. Wat is nou het gevolg van deze mislukte verkenning voor de Schiedammers? Nou, voor deze Schiedammer in ieder geval dat hij geconfronteerd is met deze verharding die we natuurlijk in de wereld zien en die ik wist dat hij er was. Daar moet ik echt even persoonlijk ook van bijkomen. Dus het heeft mij deze Schiedammer persoonlijk geraakt in de wijze waarop een advies niet wordt aangenomen. Dat altijd goed, hè? Maar de wijze waarop, ja, dat heeft mij geraakt. En ik denk dat ik daarin, dat de Schiedammer dat ook ziet. Ik denk dat best een advies had kunnen afgewezen kunnen worden met een, nou, op een minder polariserende manier, op een verbindende manier, die gaat over synergie en diversiteit. En waar best een ander voorstel, want het gaat niet over de inhoud van mijn advies. Dat heb ik naar eer en geweten gedaan, op basis van wat ik net zei. Daar sta ik achter en een advies kan niet overgenomen worden. De wijze waarop,
heeft mij en ik denk Schiedammers geraakt. Nou, ik hoor jou net zeggen, je hebt vooral heel erg gekeken ook naar de wensen van de Schiedammers. Hoe is er gestemd? Welke onderwerpen vinden ze belangrijk? Daar staat nu dit hele gebeuren tegenover. Durf je daarmee de conclusie te trekken? Ja, die politieke partijen zouden zich wat meer bezig moeten houden met wat de Schiedammer eigenlijk wil, in plaats van met dit knokken in die raad? Ik heb in ieder geval mijn bijdrage proberen te leveren aan gewoon met respect voor wat er gebeurd is en analyse daarvan en daarnaar kijkend van hey, zullen we dat dan proberen op een andere manier, op een verbindende manier te doorbreken en te doorgronden. Met deze verkenning is daar in mijn rol afgerond. Ik gun hen openheid en vertrouwen in de volgende stap. Ja, de volgende stap is dat er een nieuwe verkenner wordt aangesteld. Aan Denk de uitdagende taak om dat voor elkaar te krijgen. Waar stapt die nieuwe verkenner in zometeen? Ja, in zijn eigen proces. Dat is of nou hierna een formateur is gekomen of een nieuwe verkenner. Ja, die stapt weer op in deze dynamiek in zijn eigen proces. En dat is ook niet aan mij om te duiden. Wordt het een pittige taak? Ik heb heel hard gewerkt en ik kan je zeggen dat het best iets vraagt van de mens. Dus ik gun hem echt ook daarin alle energie en alle vertrouwen en een goede toekomst en uitkomst voor deze stad. Want dat verdient deze stad. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik hoop ook dat daar zeker wat in gaat gebeuren. Want in de end is toch die Schiedammer die zijn stem heeft uitgebracht en zich zorgen maakt over bepaalde zaken natuurlijk het belangrijkste. Dank je wel voor je komst. Dank je wel voor de verdere toelichting. Nou ja, we kunnen wel zeggen dat de Schiedamse politiek soms net een film is. Maar als we nou echt een betere film willen zien, dan kun je als Schiedammer natuurlijk gewoon binnenstappen bij het Wennekerpand. Alexander van Steenderen wordt de nieuwe voorzitter van Wenneker Cinema. Hij volgt per 1 mei Menno Soulier op, die de afgelopen 8 jaar voorzitter was van het Schiedamse Filmhuis in het Wennekerpand. Van Steenderen heeft veel ervaring bij allerlei soorten verenigingen en vrijwilligersorganisaties en heeft daarnaast ook een passie voor film. Hij draagt de culturele sector in Schiedam een warm hart toe en heeft als voormalig wethouder daaraan ook het nodige bijgedragen. Met zijn ervaring en netwerk hoopt hij Wenneker Cinema in de komende jaren voor te kunnen bereiden op alle toekomstige uitdagingen. Dat je er bent. Ja, niet alleen een voormalig wethouder hier in Schiedam, maar nu ook de nieuwe voorzitter van het Wennekerpand. Hele nieuwe Correctie, Wenneker Cinema. Oh, mijn excuses. Ja. Wenneker Cinema. Heb je helemaal gelijk in. Staat ook op mijn briefje. Ik woon tegenover het Wennekerpand, dus ik raak af en toe heb ik alleen maar dat in mijn hoofd. Heel erg leuk, Wenneker Cinema. Wat betekent film voor jou? Heel veel. Ik denk dat het algemeen heel veel filmliefhebbers zijn. Ik zelf ben wel echt al zo'n gek inderdaad die echt gewoon nog zo'n oude film of Hitchcock film nog het liefst eigenlijk nog in de bioscoop wil zien op groot scherm. En dat vind ik juist het leuke van Wenneker Cinema inderdaad. Hè. Ten opzichte van alle blockbusters die je bij Pathé ziet of Euroscoop of verder wat je allemaal kan streamen inderdaad. Zorgen wij nog dat we echt nog proberen echt de film te laten zien zoals het ooit is bedoeld in echt in zijn waarde. We proberen ook zo min mogelijk pauzes ertussen te lassen. Dus ouderwetse filmbeleving. Ouderwets, maar ook weer nieuwwets. Want ik denk echt, zoals mensen tegenwoordig ook nog wel eens een oude plaats spelen weer van, dat is weer helemaal hip en happening. Denk ik ook wel dat juist weer mensen ook wel zitten te wachten, ook weer op niet alleen maar dat kale grote scherm en dan weer snel door de popcorn en noem maar op, maar ook echt wel een avondje uit waarin je ook echt weer mooi met ook mensen die daarvan houden kunnen genieten van de film. Ja, precies. Een andere filmbeleving. Vind je films belangrijk voor mensen? Waarom zijn films belangrijk? Film is hoe dan ook. Het is niet alleen een stukje vermaak zoals je op tv ziet. Het is ook een kunstvorm. Dat zie je ook wel in de films meestal die we proberen echt te kiezen. Inderdaad, waar echt die kwaliteit er ook naar uitspringt. Je hebt ook hele experimentele films, documentaires, noem maar op. Dus er is een variëteit. En elk van die filmcategorieën speelt weer een eigen rol. Hè. Als ik alleen maar heb over documentaires bijvoorbeeld. Hè. Daar hebben we toen ook uiteindelijk over de Val van Srebrenica hadden we daar ook een mooie film over. Het lokt toch ook maatschappelijke discussie uit. Het laat mensen ook weer op een andere manier kijken uiteindelijk naar de wereld. Ook op plekken waar ze soms, of culturen of inzichten waar ze soms niet zo snel dagelijks tegenkomen. Dus vind je wat minder snel bij Pathé, voorstellen. Jij zei net de films die we uitkiezen. Hoe kiezen jullie de films uit? Nou,
Laat ik allereerst zeggen, ik kies zelf geen films uit. Dat is nou wel jammer. Ja, ben je voorzitter? Ja. Ik mag wel meedenken. En ik word pas per 1 mei voorzitter. Natuurlijk wordt er wel gevraagd om mee te denken. Maar we hebben al, Wenneke Cinema bestaat al 40 jaar. En Gerard en zijn team, die hebben daar een fijne oog voor. Die speuren dat altijd op. Die zijn al op de hoogte van de nieuwste films die uitkomen. En proberen ook echt inderdaad daarom een vroeg stadium ook zo de contracten. En dat gewoon die film ook binnen te krijgen. Want dat is nog wel ingewikkeld tegenwoordig natuurlijk. Het speelveld is heel anders geworden. Hè. Met de streamingsdienst houden soms rechten voor Pathé en andere. Als je daar nieuwe films hebt, die lenen het ook niet zo snel uit. Dus het is een hele klus voor onze directeur Gerard om daar snel goed te slagen om de juiste films binnen te halen. Ja, precies. Komende jaren is jouw doel om Wenneke Cinema nog meer voor te bereiden op alle toekomstige uitdagingen, las ik ergens. Welke uitdagingen zijn dat? Nou, allereerst wil ik zeggen, toen ik kwam en ik ook alle respect ook naar de vorige voorzitter Menossier inderdaad. De club staat er gewoon goed voor, financieel bloeiende groep van 60 vrijwilligers. Dus het draait. Natuurlijk moeten we ook sinds corona inderdaad hebben we nog wel een dipje gehad. Maar daarvoor zaten we echt wel in een soort stijgende lijn. Dus wat dat betreft was er niet meteen toen ik werd gevraagd een hele grote uitdaging. Maar je ziet wel in de toekomst natuurlijk, ja, wat ik zeg, de streamdienst. Hoe gaat de bioscoopwereld? Hoe positioneer je daar Wenneke Cinema neer? Ook bepaalde doelgroepen die toch wat minder snel denken. Jongeren en ook zeker ook de nieuwe gezinnen die ook allemaal naar Schiedam nu komen. Dus daar ligt wel een uitdaging om die ook erbij te betrekken. En ten tweede, ja, dus en eigenlijk het algemeen denk ik ook wel gewoon continuïteit. Gewoon daar oog ook voor te hebben. Dus ik zeg niet dat we nu op dit moment gelijk problemen zijn. Maar je ziet wel de ontwikkelingen inderdaad waar je gewoon over na moet denken voorbereiden. En dat zie ik meer als mijn rol. Hè, niet wat dagelijks, dat draait gewoon. Daar doet de directeur met al zijn groep vrijwilligers, die houdt het gewoon draaiende. Maar mijn toegevoegde waarde denk ik dat ik in het bestuur samen met anderen ook wel meer kan nadenken van hoe verander je dat eventueel of hoe bereid je daarop voor. Jongere doelgroepen aanspreken, die zitten tegenwoordig snel met een iPad en Netflix op de bank. Ja. Houden jullie er ook echt rekening mee in de films die jullie uitkiezen? Ook voor kinderen en jeugd? Nou, we proberen inderdaad wel heel gevarieerd ook te programmeren. Dus niet alleen voor de filmliefhebber als het ware. Maar ook inderdaad, nou binnenkort komt er ook weer een animatiefilm van Anne Frank. Die draaien ook weer. Dat is ook wel een manier ook waarom we ook juist de ouders ook proberen te verleiden om met hun kinderen ook inderdaad ook bij ons een bezoekje te brengen. Dus op die manier proberen we die verschillende programmeringen inderdaad voor alle doelgroepen wat te hebben. Maar wat ik zeg, het blijft nog wel een uitdaging en daarom te zorgen dat ook alle doelgroepen worden bediend. Want ik ga ook naar die film van Anne Frank. Ja, ik weet je wel. Maar ja, dat precies. Is... Ja. Hey, dit jaar bestaat het Filmhuis 40 jaar. Ja. Ga je dat nog vieren? Ja, zeker. Zeker. Er is al, tenminste, er is een hele commissie al aan de gang. Natuurlijk is het jubileumjaar wel anders geworden door corona. Gelukkig, de oprichtingsdatum zit in juni in dit jaar. Dus voornamelijk vanaf dat moment. Want ja, in de zomer gaan mensen niet wat minder naar de film. Maar we mikken we ons op het najaar om naar een leuk programma. Maar dat is nog een verrassing en daarover binnenkort meer. Ja, je kunt niet alvast een tipje oplichten hier voor de Schiedamse kijkers. Oké, we wachten. Wat staat er de komende tijd op de agenda waarvan je zegt, ja, dit zou je als Schiedammer echt niet moeten missen? Naar deze film moet je echt komen kijken. Poeh. Ja, dat vind ik wel lastig, want wat ik net zeg, dus we proberen voor heel veel verschillende doelgroepen te doen. Hè. Dus het is niet alleen aansloten. Dus ik kan alleen maar eigenlijk, nou ja, als ik alleen maar voor mezelf even spreek, inderdaad, ik wil in ieder geval binnenkort naar de film over de Wannsee-conferentie. En dat is toch wel een hoofdstuk in onze geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog, die volgens mij als mensen dat zien, pas echt zien hoe mensen eigenlijk bijna op een, nou ja, als goederen bijna worden beschouwd, hoe je daar uiteindelijk vervoert en mee omgaat. En dat is best wel schokkend om te zien, dus die ga ik zeker zien. En ik zit nog even te denken waar er nog meer. Nou ja, laat ik zo zeggen, we hebben sinds corona heel veel geleerd. Onze filmlanden zitten nu ook allemaal digitaal. We kunnen daar ook flexibel nieuwe films in spelen. Wat ook nieuw is sinds corona is bijvoorbeeld dat je ook bij ons tickets kan reserveren online. En daar maken we gelukkig heel veel gebruik. En ook zelfs je zitplaatsen. Dus ik zou zeggen, kom voornamelijk naar de website. En laat je verrassen door het mooie aanbod wat we hebben. Helemaal goed. Dank je wel voor je bijdrage. We zijn benieuwd wat er gaat komen eind dit jaar. En ja, je weet het, zeg je Schiedam, zeg je onder andere Wenneke Pand. Maar je zegt vooral jenever. En daar gaan we over in gesprek met Ad van der Lee. De Schiedamse master distiller Ad van der Lee heeft onlangs bij de World Spirits Awards de Achievement Award ontvangen.
Bij de World Spirits Awards worden door een vakjury alle gedistilleerde dranken geproefd en gekeurd. Ad van der Lee is pas de derde persoon die de Achievement Award in ontvangst mocht nemen. Hij kreeg de prijs vanwege zijn belangrijke rol in de ontwikkeling van karaktervolle jenever door de jaren heen. Ad, van harte welkom. Even voor de kijkers thuis, Herman Jansen is het bedrijf. Ja. Het bedrijf heeft meerdere prijzen gewonnen, maar jij als master distiller ook. Ja, nou, dat is, was voor mij ook een bijzondere verrassing natuurlijk. Hè? Want ja, we hadden al wat meer prijzen gewonnen met andere varianten van de jenever. Maar zo'n prijs is wel bijzonder eervol natuurlijk. Ja, dan moet je hem even... Daar moet je even mee leren omgaan. Ja, dat snap ik. Ineens pasboem, een Achievement Award op je naam. Die heb je gekregen vanwege de belangrijke rol die je hebt gehad in de ontwikkeling van jenever door de jaren heen. Wat heb je precies gedaan de afgelopen jaren? Ja, ik werk bij een distillerij al aardig wat jaren natuurlijk. En die distillerij heeft de brutale stap genomen om een nieuwe distillerij neer te zetten in 1987, zoals het in 1902 was. En ook de productiewijze zoals het beschreven was in een verordening geschreven in 1902. Nou, dat is best een stap, want de consument was natuurlijk niet gewend aan dat soort product. En in de loop van de jaren heb ik er aan gewerkt om dat product zo te verfijnen dat het echt op het hoogste niveau terechtkomt, waardoor we ook die prijs hebben gewonnen. Nou, je zegt verder verfijnen. Je neef wordt ook wel een beetje gezien als ja, een soort van ouderwetse drankje wat je opa altijd drinkt als die in zijn luie stoel zit. Is dat nog steeds zo? Of wordt het ook wel een beetje hipper? Het wordt zeker hipper, maar goed, de jenever zoals we dat kennen van opa, dat bestaat allemaal nog. Dat zijn de grotere volumes ook wel. Maar er is zeker een groep van liefhebbers die eens verder kijken dan wat er al is. En zo'n high-end jenever toch interessant vinden, zeker om te genieten zo puur en niet gemixt. En regelmatig hoor je ook studenten die interesse tonen in dat high-end gedistilleerd. En jenever heeft zoveel te bieden op dat vlak wat betreft mogelijkheden en variëteiten, dat je niet gauw daarop uitgekeken bent. Nou kan ik me voorstellen dat als je al zo lang met jenever bezig bent en steeds verder bezig bent om dat te verfijnen, dat je bij mixdrankjes wel eens denkt, ja, moeten we nou die prachtige jenever echt mixen met iets anders? Oh, ik mag het zelf ook graag hoor. Oh, nou kijk, dat scheelt dan alweer een heleboel. Hey, je hebt wat dingen meegenomen. Hier een boek. Gaat over Herman Jansen. Wat is precies de insteek van het boek? Het boek gaat over inderdaad Herman Jansen, die aan de basis heeft gestaan van het samenstellen van de gemeenteverordening over het maken van moutwijn en jenever. En dat was in 1902. En de reden daarvan was dat in die tijd de jenever alsmaar verdund werd met neutraal smakende alcohol. Die werd ook goedkoper natuurlijk, dus dat had een commercieel succes daarmee. Het was zelfs zo dat er geen accijns zat op die neutrale alcohol en wel op de moutwijn. Moutwijn is van oorsprong een product wat overblijft na de gistproductie. Herman Jansen die vond het nodig om het imago van die moutwijn hoog te houden. Dus die heeft met een aantal distillateurs en de gemeente ervoor gezorgd dat beschreven werd in een verordening hoe dat gemaakt moet worden. En het heeft weinig navolging gehad. Er was wat oneenigheid onder distillateurs ook. Uiteindelijk hebben we in 1987 besloten om het weer zo te gaan doen. En dat was de nadrukkelijke wens van de vader van Dick Jansen, die op zijn oude dag nog heeft meegemaakt dat we opnieuw op deze manier zijn gaan produceren. En dat was in 87. En de aardigheid is, daar kwam ik eigenlijk gisteravond pas achter toen ik dat boek nog eens las, dat de gesprekken over het samenstellen van deze oude verordening uit 1902 in dit gebouw hebben plaatsgevonden nu 120 jaar geleden. Nou kijk, dat is nog eens bijzonder. Kijk, we weten natuurlijk dat een hele rijke geschiedenis zit aan jenever, maar dit zijn natuurlijk wel de details die je nog even in het boek staat een plaatje en ook een tekstverwijzing
Dus dat is toch wel heel duidelijk dat hier die gesprekken hebben plaatsgevonden in 1902. Nou, wat ontzettend bijzonder. Ja. Leuk. Leuk dat je dat nog even deelt. Je hebt een fantastische award meegenomen, zie ik. Die beeldt ongetwijfeld iets uit wat te maken heeft met jenever. Ja, het is een kunstwerk natuurlijk. En dit is de basis is een stuk steen uit het Alpengebied. De prijs is gewonnen in Oostenrijk. En dit stelt een stukje distilleerwerk voor. Dit is eigenlijk een soort van koelspiraal. En hier komt de druppel gedistilleerd, komt hier uit. En deze glazen bol is een geblazen. Dat is een geblazen bol. En geblazen, dat is ook de Duitse term voor een distilleerketel. Fantastisch. Ik kan zien dat het met heel veel zorg is gemaakt. Ik kan me daardoor ook voorstellen hoe prestigieus deze award eigenlijk is. Ontzettend leuk. We hebben er nu twee. We hebben er eentje met een witte voet. En die was omdat we in 2012 Distillery of the Year werden. Maar deze met een zwarte voet is nu 3 keer uitgekeerd aan mensen die iets bijzonders hebben gedaan en gedistilleerd. En ik ben dan nummer 3. Trots op? Ja, het is echt een bijzondere ervaring. Ja, dat is echt... het is nog niet helemaal neergedaald, zeg maar. Nee, dat begrijp ik. Dat heeft even nodig. Ja. Hey, ik zag in het persbericht staan dat de distillerij binnenkort met nog meer nieuws komt over de bestaande dranken. Ik vraag natuurlijk niet voor mezelf, maar vooral voor alle Schiedamse jeneverliefhebbers. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Nou, deze is er natuurlijk één van. Die komt in beperkte oplagen op de markt. Daar hebben we een gouden medaille mee gewonnen Oostenrijk ook weer. En dat hadden we al enkele jaren eerder hebben we daar gouden medailles weer gehaald. Blijkbaar wordt daar herkend dat er met zorg en kwaliteit aan het product is gewerkt. Wat komt er nog meer op de markt? Wij zijn een bedrijf vooral gespecialiseerd in business-to-business activiteiten. Dus wij produceren wat onze zakenpartners hebben bedacht. Die bedenken vaak een nieuw product. Nou, ik zou dat nou eens graag op de markt willen brengen. Dan gaan wij dat ontwikkelen en produceren. Dat is eigenlijk onze kernactiviteit. En vanuit onze eigen merken hebben we Bobby's Gin. En daar komt binnenkort ook een nieuwe variëteit van uit. Okay. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Het is te laat, je hebt het gezegd. Dus voor alle Schiedammers, hou het in de gaten. Er komt een nieuwe variant van de Bobby's Gin. Een van de meest populaire soorten ook. Of in ieder geval een van de meest bekende soorten. Dank je wel. Van harte gefeliciteerd met deze prachtige award. Ik kan me voorstellen dat je erg blij bent dat je die hebt ontvangen. En er waren nog meer mensen blij. De Wereldschool ontving namelijk afgelopen week ook iets heel bijzonders. En daar gaan we nu over in gesprek met Werner Waldman. De Ronde Tafel 46 Schiedam heeft afgelopen week een cheque overhandigd aan de Wereldschool Schiedam. De tafelaars, zoals de leden van deze serviceclub zich noemen, vinden het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap belangrijk. De cheque aan de Wereldschool is daar een goed voorbeeld van. De Wereldschool is een school voor wereldkinderen van 4 tot 12 jaar die het Nederlands nog niet voldoende beheersen om op een reguliere school mee te kunnen komen. Samen met de kinderen wordt in deze school aan de Meesterstraat gewerkt aan het verbeteren van de woordenschat en mondelinge taalvaardigheid, wat ook kan worden toegepast in andere vakken zoals rekenen en wereldoriëntatie. Werner, goedemorgen. Goedemorgen. Een heel bedrag is er uitgereikt, €6.869,63. Klopt. Heel bijzonder. Jullie hebben dit gedaan als Ronde Tafel. Wat is de Ronde Tafel? Wij als Ronde Tafel zijn een servicevereniging, in dit geval in Schiedam, van mannen tussen de 25 en 40 jaar in generiek. En wij, buiten dat wij met z'n allen gewoon een vriendschap willen ontwikkelen, elkaar willen ontwikkelen, hebben we ook een soort, willen wij iets belangrijks doen voor de gemeenschap in Schiedam. En wij zeggen daarom ook met 3 steunpilaren, het moet lokaal zijn, Schiedam. We vinden kinderen belangrijk en we willen het verschil graag kunnen maken. Nou, en daarvoor organiseren wij... fundraces waarmee wij hopen iets te kunnen bijdragen aan deze goede doelen. Of nou ja, in dit geval de Wereldschool die met een hulpvraag kwam. Helemaal goed. Het is veel geld. Hoe hebben jullie dit bij elkaar gekregen? Door onze fundrace hebben we een wijnactie georganiseerd. Samen met Wijnhal Oranje en een proeverij in de Mouterij hier in Schiedam gedaan. En we hebben ook kerstpakketten verkocht. En dat is zo. We hebben met verschillende ondernemers uit Schiedam
een mooi kerstpakket samengesteld. En daar hebben we er ongeveer 80 tot 90 van bijvoorbeeld aan Theater aan de Schie verkocht. En ook nog wat andere kleine hoeveelheden. Maar ja, zo probeer je toch een bijdrage te leveren en geld op te halen. En... op verschillende manieren. Je zei, de Wereldschool die kwam met een hulpvraag. Wat was een hulpvraag? Een hulpvraag kwam eigenlijk ergens in 2019, in de tijd van corona. Van, joh, er zijn nog altijd kinderen die natuurlijk heel veel connectie zoeken met het Nederlands onderwijs. En daar naartoe voorbereid moeten worden. Maar dat is lastig ook in coronatijd. De middelen waren verouderd. Dus ze kwamen eigenlijk naar ons toe, kunnen jullie ons helpen om laptops, tablets te kunnen aanschaffen. Zodat ook de kinderen die niet naar school kunnen, thuis onderwijs kunnen krijgen. En dat we die ook kunnen voorbereiden op hetgene wat gaat komen, het Nederlands onderwijs. Nou, dat vonden wij natuurlijk, het voldoet aan alle pilaren zoals wij dat zien met elkaar. Vonden wij dit wel een geschikte hulpvraag om dat werk ook de aandacht aan te gaan besteden. Ja, het is natuurlijk gewoon lastig als je kinderen thuis hebt zitten die je wil voorbereiden in coronatijd op het echte onderwijs wat gaat komen. En je hebt de middelen daar niet voor. Ja, dat is inderdaad heftig. Zeker op het moment dat ze de Nederlandse taal nog niet dusdanig goed beheersen dat ze op naar regulier onderwijs kunnen. Je zei van ja, ze kwamen bij ons. Ik kan me voorstellen dat er meer partijen bij jullie komen. Hoe kiezen jullie nou voor welk doel je gaat? Nou, ik ben heel eerlijk. Zoveel partijen melden zich eigenlijk ook niet aan. Het is eigenlijk een oproep aan goede doelen, meld je alsjeblieft aan. Dan uiteindelijk gaan we dan ook kijken waar denken wij dat wij het meeste kunnen bijdragen. Waar voelen wij ons als ronde tafel het beste bij ook om iets voor te organiseren. Als er dan op dat moment één doel op tafel ligt of één doel waarbij je die met de hulpvraag kwam. Ja, dan is dat vrij makkelijk en anders is dat echt, ja, misschien kunnen we twee doelen helpen met twee verschillende fundraisers. Maar ja, als er één is, dan blijft er één over. Ja, ik snap het helemaal. De school gaat onder andere dus bezig met laptops en tablets voor kinderen. Hoe groot is het verschil wat het maakt voor die kids? Het is natuurlijk, in Nederlands onderwijs is, ik herken het eventjes, zeg maar even privé. Bij mij in de buurt wonen ook drie kinderen waarvan er twee op de Wereldschool hebben gezeten. Die komen dan onder andere al in aanraking met digitaal onderwijs. Wat in Nederland natuurlijk gewoon best wel booming is. Maar ook het op afstand onderwijs geven in de huidige coronatijd. Op dat moment was dat gewoon super belangrijk. En je ziet waar die kinderen ook vandaan komen. Of het nu uit Afrika is, of uit Europa is, of uit Azië is. Niet iedereen heeft hetzelfde onderwijs genoten. En in Nederland zijn we natuurlijk heel erg met Chromebookjes al vanaf groep 2. Een laptopje of vanuit thuis wat doen als het niet gaat in corona. Ja, als die kinderen dat niet gewend zijn en niet weten hoe dat werkt. Is het natuurlijk super dat je op deze manier de Wereldschool kan helpen aan middelen om dat wel te bereiken bij die kinderen. Ja, heel bijzonder en heel cruciaal ook gewoon voor het vervolg van hun ontwikkeling. Wat wordt jullie volgende actie? Is daar al iets over bekend? Daar is nog niks over bekend, dus daar kan ik helaas nog niks over meedelen. Okay, maar wel, dat er dit jaar weer een wijnactie aan gaat komen, dat zal ongetwijfeld kunnen. Nou, hartstikke leuk. Ik zit hier aan tafel met jeneverliefhebbers, met wijnliefhebbers. Het is de jackpot op deze ochtend. Dankjewel. Ontzettend goed gedaan. Ik kan me voorstellen dat de Wereldschool hier echt heel erg blij mee is. Dankjewel voor de inzet voor Schiedam die jullie leveren. En we zien het ontwikkeling en opleiding heel erg belangrijk voor kinderen. Geldt bijvoorbeeld ook voor lezen. Dat weten, maar wat doe je bijvoorbeeld als je als kind doof of blind bent en het lezen of voorlezen van een boekje niet zo heel erg gemakkelijk is? Mirjam Korenneef heeft het kinderboek Team Aventura en het mysterie van het kwakmonster geschreven. Dit kinderboek is ook geschikt voor dove en blinde kinderen. Het verhaal gaat over drie kinderen die door omstandigheden samen moeten werken. Eén kind is blind, één kind is doof en één kind lijkt geen beperking te hebben. Ze beleven een bijzonder avontuur waarbij het verhaal een kijkje geeft in de wereld van blinde en dove kinderen. Het verhaal laat de lezer zien hoe je samen de wereld een beetje mooier kunt maken en van elkaar kunt leren. En ik heb twee fantastische dames bij mij aan tafel. Mirjam Korenneef, goedemorgen. Goedemorgen. Sun van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan straks met jou in gesprek. Mirjam, ik ben heel benieuwd, waarom heb je dit boek geschreven? Nou, samen met mijn beste vriendin wilden we graag een boek schrijven wat gaat over een avontuur wat een doof, een blind en horendziend kindje met elkaar beleven. Omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen in aanraking komen met deze doelgroepen.
Ik kan me voorstellen, niet vanzelfsprekend. Ik bedoel, we zitten hier in de bibliotheek. Heel veel ouders die hier even binnenlopen met hun kinderen, boekje halen, naar huis gaan voorlezen. Ik heb er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan dat dat ook voor heel veel kinderen niet zo vanzelfsprekend is. Hoe hebben jullie dit aangepakt? Sowieso begon het eigenlijk met een soort van grapje, want mijn vriendin en ik waren 25 jaar vriendinnen. Dus we dachten van nou, het is coronatijd, we kunnen toch niks doen, laten we een boek schrijven met elkaar. Dus op een zonnige zomerdag in de vakantie ging ik naar haar toe en hebben de kinderen mee verzonnen. Zij heeft 3 kinderen en die hebben het verhaal meegeschreven. En toen dachten we, oké, als we dit maken voor deze doelgroepen, hè, wat gaat over deze doelgroepen, dan moeten we ook zorgen dat deze kinderen het ook kunnen lezen en beleven zoals een volwaardig kind dat kan. En toen hebben we uitgezocht hoe we dat zo goed mogelijk konden vormgeven. Heb je ervaring met dove kinderen, blinde kinderen? Nee, wel met dove en blinde volwassenen. Dove en blinde volwassenen, ja. Oké. Als je met hun in gesprek gaat, wat is dan hun reactie naar aanleiding van jouw boek? Nou, ze vinden het heel bijzonder dat dit zo voor hun is gemaakt eigenlijk. Ze hebben ook meegewerkt, we hebben de doelgroep ook mee laten werken aan het kinderboek. Bijvoorbeeld de gebarenfilm die erbij is, hebben we echt laten ingebaren door een dove mevrouw. En de film is opgenomen door 2 dove cameramannen bijvoorbeeld. Dus ze vinden het heel fijn dat ze echt zijn betrokken in het hele proces. En we hebben het ook laten luisteren aan slechtziende moeders. En die konden dan met hun kinderen het verhaal lezen door middel van het hoorspel wat erbij zit. En onlangs is deze versie van het Brailleboek pas echt net uit. Dus daar heb ik nog weinig reacties op teruggekregen, behalve dat de moeders die het nu al hebben, die vinden het echt heel erg mooi dat dat er is. Nou ja, en ik kan me voorstellen, belangrijk. Ik bedoel, als je een boek uitbrengt, dan moet het natuurlijk wel voor deze doelgroep, voor iedereen te lezen of te luisteren zijn. Een hele onderneming, kan ik me zo voorstellen. Wel heel erg gaaf. En ik kan me ook voorstellen, belangrijk bijvoorbeeld ook voor scholen en mensen die vanuit een bepaalde zorgverlenende functie betrokken zijn bij deze doelgroep. Zijn u daar ook mee bezig? Ja, ik heb over een paar weken een afspraak bij Koninklijke Visio. Maar eigenlijk was ons hoger doel ook wel om juist de kinderen van het reguliere basisonderwijs kennis te laten maken met deze doelgroep. Dat is eigenlijk ons grotere doel. Dus die toegankelijkheid voor de doelgroepen hebben we gewoon gedaan omdat we dat gepast vonden. Maar eigenlijk is onze wens dat juist kinderen van het normale onderwijs in aanraking komen met deze doelgroepen. Waarom is dat belangrijk? Omdat nu is er een hele kloof tussen de doelgroepen, hebben we gemerkt. Dus en dan heb je het over de kinderen die kunnen horen, die kunnen lezen. En de kinderen die daar problemen mee hebben. Ja, want heel veel kinderen zitten op speciaal onderwijs bijvoorbeeld, die slechtziend of blind zijn of die doof of slechthorend zijn. En dan later krijgen mensen dan te maken met mensen van de doelgroep. En dan weet je eigenlijk niet zo goed hoe je ermee om moet gaan. Terwijl ik denk van nou, hoe mooi zou het zijn als we gewoon een hele inclusieve samenleving hebben. Waarbij iedereen er mag zijn en zich iedereen welkom voelt. Ja, want wat is jouw ervaring? Hoe ga je dan om? Je komt iemand tegen die is slechtziend, slechthorend of misschien echt helemaal doof of blind. Hoe ga je daar dan mee om? Ik kan me voorstellen als ik iemand tegenkom die doof is. Ja, ik kan van alles gaan vertellen, maar die persoon die begrijpt mij natuurlijk helemaal niet. Ja. Hoe kun je een beetje connectie maken? Nou, toevallig kwam ik vorige week 2 dove vrouwen tegen en die waren met elkaar, wilden ze een foto maken. Dus ja, toen ging ik gewoon zo, zal ik voor jullie samen een foto maken, weet je. En je komt met handen en voeten, kom je gewoon heel ver in dit geval. Je moet je eigenlijk gewoon openstellen en zonder oordeel ergens instaan en dan weet je gewoon dat het. Ja, dat zeg je heel makkelijk, je moet je gewoon even openstellen. En ik denk dat heel veel mensen het goed bedoelen, maar het gewoon heel lastig vinden. Want wat zeg je dan? Of wat doe je dan precies? En dat je juist daardoor iets doms doet. Ja. Die kan ik me heel goed voorstellen. Dus je zegt gewoon even openstellen. Ik kan voorstellen dat mensen het ook wel lastig vinden. Is ook zo. Daarom lijkt me dit boek zo ontzettend belangrijk. Dat je dat doet op de basisschool. Zeg maar, dat je die kinderen daar vroeg mee in aanraking laat komen. Dat ze dat leren. Zodat ze dus juist niet, wanneer ze later groot zijn, zich zo ongemakkelijk voelen als ze in zo'n situatie komen. Ja, want het verhaal gaat dus ook echt over de samenwerking tussen de 3 verschillende kinderen. 2 daarvan hebben die beperking en de 3e niet. Nee. En het gaat juist over die samenwerking. En over de superpowers. Dus dat blinde meisje, die kan heel goed voelen, die kan heel goed horen. En het dove jongetje kan ook goed voelen, hè, die voelt meer de trillingen, maar die kan weer heel goed zien. En het andere jongetje, ja, die kan alles ook wel goed, maar die is gewoon, ja,
die heeft niet die superpowers ontwikkeld omdat hij die andere zintuigen natuurlijk gewoon standaard heeft. Dus het gaat echt om de krachten van de doelgroepen. Dus het is geen zielig verhaal of iets dergelijks. Het is juist een heel leuk verhaal. Ja. Zeg je van ja, dit zou eigenlijk gewoon in het onderwijs moeten worden opgepakt? Of zeg je ja, dit kun je als ouder ook prima thuis doen? Nou, ik denk als we het gewoon met het onderwijs doen en iedere ouder doet dan gezellig mee, dan heb je gewoon de meest mooie mix. Maar ik denk als we het gewoon op de basisscholen al bekendbaar wordt gemaakt, dan heb je gewoon een perfecte basis. Omdat de basisschool is natuurlijk een mooie leeftijd, dan kan je met de kinderen daarin meegroeien. En wat jij ook zegt, op het moment dat het jong geleerd is, oud gedaan. En je hoeft gewoon niet bang te zijn voor de doelgroep. We zijn allemaal mensen. En ja, precies. Ja, ja. Helder. Hey, jij liet mij iets vallen, Sun, vlak voor de uitzending. Dat je aan één oor doof bent. Ja. Nooit gemerkt bij jou. Nee. Nee, en ik denk dat, nou ja, misschien ook wel, daarom vond ik het zo mooi om jouw verhaal te horen. Want ik heb als kind gewoon geleerd om vooral aan te passen en vooral niet te laten merken dat ik gewoon heel vaak dingen niet meekrijg. Dus ik heb de superpower inderdaad geleerd en gekregen om te liplezen. En om op die manier dus echt goed te kunnen concentreren met een andere deel van mijn oor die het wel goed doet. Ja, dat vangt heel veel op, zeg maar, van het oor wat het niet doet. Maar ja, ik schaamde me daar altijd wel een beetje voor dat ik een gehoorafwijking heb. Dus ik vind het wel een heel mooi initiatief om op die manier die twee ontzettend gescheiden werelden samen te brengen door zo'n boek. Ja. Hey, en stel nou dat je kijkt en je denkt, goh, ik wil meer informatie hebben. Waar kunnen mensen dan terecht? Op www.teamaventura.nl. Helemaal goed. Voor alle Schiedamse kijkers, teamaventura.nl. In het kader van Wereldboekendag, dit fantastische boek. Wat mij betreft een boek om te vieren. En we hebben nog veel meer te vieren, Sun. Want we hebben iets bijzonders. Dat gaan we zo bespreken. En we gaan bespreken hoe we Koningsdag gaan vieren hier in Schiedam. Sun van Dijk heeft de Joke Smit aanmoedigingsprijs gewonnen. Zij was voor deze prijs voorgedragen voor haar inzet en het initiatief vanuit de werkgroep uit de Schiedamse gemeenteraad voor meer bewustwording van huiselijk geweld en het strafbaar stellen van psychisch geweld. Bij de prijsuitreiking mochten alle finalisten ook in gesprek met minister Dijkgraaf. En dat gesprek is Sun van Dijk niet alleen aangegaan. Ook Sandra Beenhakker en Christine Bruggeman, twee collega's uit de werkgroep, gingen mee voor dit gesprek. Sun, van harte gefeliciteerd. Zomaar even een waanzinnig mooie prijs gewonnen. Voor de mensen die Joke Smit niet kennen, wat is de Joke Smit prijs? De prijs is vernoemd naar Joke Smit. En zij is een vooraanstaand feminist die met haar artikel een beetje aan het eind jaren 60 gezorgd heeft voor die tweede feministische golf. En het ministerie van OCW, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft een aantal jaar geleden deze prijs in het leven geroepen. En die wordt twee keer om de twee jaar uitgereikt. Voor de bevordering van de vrouwenemancipatie in Nederland. En daarbij heb je dan een oeuvreprijs. Dus dat is voor iemand die zijn hele leven gang zich daarvoor heeft ingezet. En ik heb de aanmoedigingsprijs gewonnen. En dat ging in dit geval om het initiatief wat we hier in Schiedam hebben gehad voor de aanpak van huiselijk geweld. Een hele campagne is daar rondomheen geweest, ja. Waar collega's van jou in de politiek die zich daar ook heel hard voor hebben ingezet. Waarom was dit nodig? Omdat huiselijk geweld een ontzettend groot maatschappelijk probleem is. En we weten het allemaal, maar iedereen vindt het ook wel een lastig onderwerp. Want ja, het is toch altijd een beetje ongemakkelijk. Dus wat je merkte is dat die erkenning er niet op die manier kwam. Dus dat vertaalde zich ook niet door in meer aanpak, in meer bewustwording, in welke vormen van huiselijk geweld zijn er. En wat wij in de gemeenteraad hebben gedaan met die andere vijf powervrouwen uit de raad, samen met het college, samen met de ambtenaren, is meer bewustwording gecreëerd. Dus niet alleen zeg maar, het geëikte man slaat vrouw, bont en blauw, huiselijk geweld. Maar ook, er is sprake van meisjesbesnijdenis, van huwelijkse dwang. Er is sprake van psychisch geweld, stalking. En daar veel meer aandacht voor gevraagd. En dat hebben we op echt een unieke manier gedaan in Schiedam. En daarom is het ook gewoon zo onwijs tof dat we deze prijzen hebben gewonnen. Want het is in de lokale politiek in Nederland nog niet eerder gebeurd dat gemeenteraadsleden op de stoel van het college zijn gaan zitten en zelf de uitvoering zijn gaan doen. Dus het is ook echt een hele dikke vette compliment naar
ons in Schiedam. Kijk, weet je, er wordt al veel gesproken over de politiek. Eerder deze uitzending natuurlijk ook over wat er fout gaat. Maar dit is echt een voorbeeld van hoe bijzonder wij hier ook lokaal in de politiek hebben samengewerkt. En dat mag af en toe ook wel eens benadrukt worden. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Zeker als het aankomt op zaken als huiselijk geweld. Op welk punt kwamen jullie dat je dacht, ja, nu gaan we die handen ineens slaan en we gaan hier wat mee doen? Of iets tegen doen, beter gezegd. Ja, goed, we weten natuurlijk allemaal dat in de afgelopen jaren er echt een aantal ontzettend grote drama's zijn geweest. Zaken als femicide, waarbij vrouwen vermoord zijn door hun ex of partner. En je moet niet gaan zitten wachten totdat in je eigen gemeente gebeurt. Het kan overal gebeuren. Dus we hebben toen gezegd, we moeten daar 20 stappen op voor zijn. Toen kwam corona ook nog eens. Ja, en corona heeft er toen ook nog eens voor gezorgd dat de vormen van huiselijk geweld echt vele malen heftiger werden. En ja, het mooie is, dit zijn onderwerpen die zijn politiek overstijgend. Want het maakt niet uit of je links, rechts of oppositie, coalitie bent. Iedereen is hier tegen. Iedereen is tegen huiselijk geweld. Dus ja, we hebben gewoon met deze powervrouwen hebben we gewoon gezegd, en dan gaan we het gewoon zelf doen. Niet lullen, maar poetsen. Ja, heel gaaf. Nu heb je deze prijs gewonnen. Hoe ga je nu verder? Nou, wat voor ons eigenlijk het belangrijkste was, want je zag het ook, Sandra Beenhak en Christine Bruggeman, die zijn ook meegeweest. Ja, het was een leuke, gezellige foto. Ja, en dat was eigenlijk ook een beetje met die insteek zijn we gegaan van, we hadden dan natuurlijk dat prachtige magazine hebben we in december opgeleverd. En die wilden we heel graag overhandigen aan minister Dijkgraaf, die ook aanwezig was. En dat was eigenlijk ons doel, om echt een pleidooi te kunnen houden voor het strafbaar stellen van psychisch geweld. Omdat dat als enige vorm nog steeds niet expliciet is opgenomen. Dus nou ja, hè, we zijn alle drie vrij brutale, mondige vrouwen. Dus we dachten, nou dat klusje gaan we wel even klaren. Alleen ja, toen won ik opeens. En die had ik dus niet zien aankomen. Dus ik schrok ontzettend. Ja, toen moest ik ineens een toespraak houden daar en ik stond daar te trillen en ik had tranen in mijn ogen. Ah, ja, maar goed, dat snap ik. Uiteindelijk hebben we ook daarna nog dat gesprek kunnen houden met minister Dijkgraaf en hebben we ook echt een goed gesprek hierover gehad. En ja, ons doel is behaald daardoor. Heel erg gaaf. Je werd door het publiek online gekozen, er kon gestemd worden, maar er was ook een jury, dus hoe is dat proces precies in zijn werk gegaan? Nou, voor de aanmoedigingsprijs is het uiteindelijk de stem van de online verkiezing is bepalend geweest. En ik heb landelijk de meeste stemmen binnengehaald. Dus ja, dat is onwijs kicken. Want als je zag, kijk, al die initiatieven waren te gek, hè, die genomineerd waren. Maar dat waren allemaal grote landelijke initiatieven met echt een mega grote achterban. Ja, en dat wij dan als lokaal Schiedams initiatief toch landelijk de meeste stemmen hebben gekregen. Dat is gaaf, maar het is vooral super nodig. Want we hebben nu landelijk aandacht gekregen voor ja, het grote probleem wat psychisch geweld heet. Voor deze campagne. Je hebt ook een beetje tussendoor jouw eigen persoonlijke verhaal verteld. Natuurlijk niet makkelijk. Denk je dat het heeft meegespeeld in de reden waarom je gewonnen hebt? Nee, want ik ben pas open geweest over mijn eigen verleden van psychisch geweld nadat de stemronde al was gesloten. Dat heb ik eigenlijk pas in december ben ik daar zelf open over geweest. Ook omdat ik dat hele traject wat we in de gemeenteraad hebben gedaan niet om mij wilde laten draaien. Het gaat niet om mij. Het gaat om al die mensen in Nederland, in de wereld die te maken hebben met huiselijk geweld. Het moet niet uitmaken of ik iets heb meegemaakt of dat jij iets hebt meegemaakt of jij. We moeten allemaal die urgentie voelen van dit probleem. Dus ik ben daar eigenlijk altijd stil over geweest tot aan het einde van dit traject. En toen dacht ik, ja, maar als ik zo predik voor we moeten de taboe doorbreken en we moeten het bespreekbaar maken, moet ik dat zelf misschien ook eens gaan doen. Heel dus, dapper ja. Van je. Je hebt dus en je eigen ervaring, maar je had ook gewoon de positie dat je veel invloed had in de gemeenteraad. Hoeveel invloed heb je daar nu nog op? Nou ja, ik heb altijd gezegd, weet je, ik heb de gemeenteraad niet nodig om mijn stem te laten horen. En Schiedam is nog niet van mij af. Kun je daar nog iets aan toevoegen? Nou ja, kijk, weet je, wat ik heel erg hoop nu, is er is nu echt een super enthousiaste nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. En mijn grote wens is dat daar weer een aantal mannen en vrouwen op gaan staan die zeggen, wij gaan samen met de leden die uit de werkgroep die nu nog zittend raadslid zijn,
wij gaan deze werkgroep voortzetten. En wij blijven diezelfde urgentie geven aan dit probleem. Want we moeten niet verslappen. Het is niet omdat je nu 2 jaar lang zo'n traject hebt gevolgd, hè, dat we er dan nu zijn. Nee, sterker nog, het begint nu. Dus wat ik graag zou willen doen, is vanaf de zijlijn, nou ja, dat proces heel nauwlettend volgen. En ja, je weet hoe ik ben. Als het moet, dan zal ik zeker... Stap je gewoon die raad weer in, dan zeg je zo, mouwen opstropen. En we maak gaan ik gebruik van mijn door. Spreekrecht tijdens de gemeenteraad. Hey, als er nou kijkers zijn die denken, ja, ik heb te maken met huiselijk geweld. Of ik wil hier meer over lezen. Waar kunnen ze dan informatie vinden? Ja, je kan altijd vrijblijvend advies vragen bij Veilig Thuis. Dus dat betekent niet dat er gelijk gemeld hoeft te worden. Maar dan kun je ook advies vragen als jij vermoedens hebt van dat je buurvrouw of je vriendin bijvoorbeeld, of je buurman, als daar sprake is van huiselijk geweld. Maar je kan ook altijd binnenlopen bij het WOT, of je kan online informatie zoeken. Voor vrouwen is er bijvoorbeeld een platform Safe Woman. Voor mensen die ervaring of slachtoffer zijn van psychische mishandeling, Stichting Het Verdwenen Zelf. Dus er zijn opties genoeg, maar kijk vooral ook op de website van de gemeente Schiedam. Want we hebben daar een landingspagina waar alle informatie te vinden is en waar ook alle hulp te vinden is. Heel erg fijn. Ik vond het belangrijk om die nog eventjes te benoemen. Kom nog even bij van de schok van het winnen van deze prijs. Maar vergeet het vooral ook niet lekker te vieren. En lieve Schiedamse kijkers, wij kunnen ook weer het een en ander gaan vieren. Want voor het eerst in lange tijd komt er weer Koningsdag en de herdenking op 4 mei aan. De Stichting tot Viering en Herdenking van Nationale Feest- en Gedenkdagen, de VNFG, heeft als doel om in Schiedam op een feestelijke, gepaste en waardige wijze deze dagen te vieren. Dit jaar kunnen Koningsdag en de dodenherdenking in Schiedam weer op de oude manier plaatsvinden. Op woensdag 27 april wordt de verjaardag van koning Willem-Alexander op diverse plekken in de stad gevierd. Een week later, op woensdag 4 mei, wordt stilgestaan bij alle Nederlandse slachtoffers die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. In Schiedam vindt deze herdenking plaats bij het monument in de Plantage. Goedemorgen, John Smits. Van harte welkom. Je bent een nieuwe voorzitter van de VNFG. Die betekent de Stichting tot Viering en Herdenking van Nationale Feesten en Gedenkdagen. Een hele mond vol. Wat doet de stichting? Inderdaad een hele mond vol. De stichting in het kort komt het erop neer dat wij dit jaar voor het eerst de Aubade in Ketel organiseren tijdens Koningsdag. De diverse herdenkingen op 4 mei. Dus 2 smiddags op de Beukhof en 1 s'avonds op de Plantage. En eens in de 5 jaar... Dan een lustrumjaar, dan vieren we ook 5 mei de bevrijdingsdag. En dat was natuurlijk gepland in 2020, maar we hebben allemaal meegemaakt corona. Wat daar gebeurde precies. Dus dat wordt dan weer 2025. Hoe is het, je bent een nieuwe voorzitter, maar hoe is het voor de stichting om nu eindelijk na 2 jaar ook gewoon weer even helemaal los te kunnen en er gewoon wat moois van te maken? Ja, heel fijn. Kijk, de herdenking heeft uiteraard wel gewoon plaatsgevonden. Alleen ja, zonder publiek is toch anders. Het is niet zoals het zou moeten. Althans, in mijn optiek is het beter als daar publiek bij is. En ja, door omstandigheden waren er ook wat wisselingen in het bestuur. Vorig jaar heb ik daar mijn vinger op gestoken en eigenlijk onlangs voorzitter geworden. En we gaan dat oppakken voor de komende jaren, dat we de herdenking in ieder geval behouden kunnen blijven. Nou, herdenking is natuurlijk belangrijk. Ik kan me voorstellen dat veel Schiedammers Koningsdag toch ook wel heel erg belangrijk vinden. En dat erg hebben gemist de afgelopen 2 jaar. Ja. Ik hoorde van de week nog iemand die riep Koninginnedag. En toen dacht ik, nee, dat is niet meer. Ja, precies. Maar Koningsdag is wel weer. Wat is er te doen in Schiedam? Nou ja, heel veel. En ja, onze stichting is nu belast met het organiseren van de Aubade in Ketel. Dat is heel lang gedaan door de Oranje Vereniging, Wilhelmina, die daar actief was. Die is gestopt in 2019 en ook dat zouden we in 2020 gezamenlijk gaan oppakken en overnemen. Dus dat is natuurlijk niet gelukt. Dus voor ons is het nu in deze setting de eerste keer dat wij dat overnemen. En ik heb wat brochures mee, die zal ik hier dadelijk in de bibliotheek achterlaten. Mensen worden daar om 10 uur verwacht. En dan ja, is de traditionele start van Koningsdag en vervolgens is er dan een vrijmarkt in Ketel. En we zullen ook met de burgemeester dan door de stad heen gaan om diverse activiteiten in het centrum, op de Groene Laan, bij het Willem-Breesplein. Dus ja, er is genoeg te doen. We hebben weer een keer een vol programma, zeg ja, maar. We kunnen ja, weer echt... Dus het wordt gewoon een ouderwetse Koningsdag met alles erop en eraan? Dat hoop ik wel. En het weer is
qua voorspelling ziet het er goed uit. Het is in ieder geval droog. Dat is ook wel fijn als je daar met een kleedje zit met spullen. Dus ja, ik hoop dat we weer los mogen. Ja. Dat zou heel fijn zijn. Als mensen informatie willen over wat er te doen is met Koningsdag, waar kunnen ze dat vinden? Nu voornamelijk in het centrum heeft een eigen portaal. Wij geven de boekjes uit. Maar qua social media moeten wij ook nog even een stap maken. Prioriteit nu was om het allemaal goed te organiseren. En daarna gaan we dat ook dat wat beter oppakken. Maar ja, we zitten nu hier om het aan te kondigen. Want uiteraard zal Schie ook diverse reportages maken. En de herdenking op de plantage. Daar hopen we dat iedereen naartoe komt. Maar mensen kunnen het ook live via Schie zien. Het jaarthema van dit jaar is vrijheid in verbondenheid. Zeker na twee coronajaren is er veel gebeurd. Mm-hmm. Dus de verbinding is niet altijd even goed op dit moment. Mensen voelen minder die verbondenheid. Heb je ook zoiets van, ja, wij kunnen wel met alles wat we nu weer doen, dat weer een beetje terughalen? Nou ja, we zijn natuurlijk van mening dat we moeten blijven herinneren wat er gebeurd is. Hè? Dat onderdrukking en oorlog niet de manier is dat eigenlijk alleen maar verliezers kent. Ook nu en, natuurlijk weer heel erg relevant. Nou ja, precies. En laten wij dan vooral zoveel mogelijk mensen laten zien met de herdenking wat dat teweeg brengt. Heb je ook het idee dat er dit jaar met de herdenking, dat het juist weer heel erg actueel is bij veel mensen, juist door de oorlog nu in Oekraïne? Dat denk ik wel, ja. En ja, we gaan daar niet echt een politiek iets van maken. Het is een Nederlands herdenking voor de Schiedamse slachtoffers in dit geval. Maar ja, iedereen staat vrij om natuurlijk tijdens die 2 minuten stil te staan bij wat er gaande is. Ja, de Wereldoorlog, het gaat natuurlijk jaar na jaar na jaar gaat er voorbij. Mm-hmm. Merk je dat er nog steeds die wens om te herdenken, dat die even sterk blijft? Ja, de mensen die het natuurlijk zelf hebben meegemaakt, dat worden er steeds minder. Maar we zien wel dat ook jeugd nog steeds geïnteresseerd is. En op de langere termijn is dat ook wel een doel om met educatie ook de jeugd daar weer bij te betrekken. Maar we hebben natuurlijk op 4 mei 3 verschillende herdenkingen. Eén om 2 uur op de Beukenhof en dat is het Eerhof, dat is achterin de begraafplaats. Dat zijn voor de strijders die zijn omgekomen. 30 graven zijn daar. Daar is onlangs een gedenkteken voor de Schiedammers die zijn omgekomen tijdens de slag in de Javazee bijgekomen. Dus die wordt om 2 uur daarbij gehaald. En om 3 uur voor de mensen die in voormalig Nederlands-Indië en Korea gevochten hebben. En ook daar zijn nog steeds nabestaanden bij. En ja, dus zolang er nog steeds mensen zijn die daar behoefte aan hebben, zullen we dat blijven organiseren. Ja. En om 8 uur op de plantage is dan de algemene herdenking. Die wordt over het algemeen ook heel druk bezocht. Ja. Als we corona natuurlijk even niet meerekenen. Corona lijkt een beetje weg. Mensen kunnen gewoon komen om 8 uur naar de plantage. Hoeven zich niet aan te melden. Of nou, voor 8. Hè. Dus het programma begint iets eerder. Dus zorg dat je vooral op tijd bent. Maar om 8 uur is het natuurlijk echt de 2 minuten stilte. Dus daarvoor om 8:10, 8:15, 8:15, dan begint echt. Kwart voor acht, begint al het programma. Ja, precies. Zoals we zeggen, gaan om 7:30 richting de plantage, dan ben je op tijd. Ja. Nog een keer voor de helderheid, als mensen meer informatie willen over of de herdenking of over Koningsdag, dan vinden ze die. Ik ga zorgen dat er bij jullie een link komt waar dat allemaal terug te vinden is. Ja, ik denk belangrijk, want veel Schiedammers kijken echt wel weer naar uit. Zeker met het zonnetje dat zo schijnt. Om een leuke Koningsdag te vieren en om zeker weer fysiek stil te kunnen staan bij de herdenking. Jij, dank je wel voor je komst. Veel succes de komende dagen. Ja, je agenda zal op dit moment wel uitpuilen om dit allemaal geregeld te krijgen. Nu is het alles wel. Alles staat. Alles staat. Oké, dan kun je rustig ademhalen. Ja. In ieder geval, dank je wel. En we zien dan de verdere informatie graag nog tegemoet. En dan wil ik jullie allemaal hartelijk danken voor het kijken. Volgende week zit op mijn plek mijn zeer gewaardeerde collega van dienst, Marco Spruit-Bleker. We wensen je namens het hele team van Onder Ogen een heel fijn weekend. Tom Bruin met het weer.
Beste kijkers, dit is het weekendweerbericht van zaterdag 23 april. Vandaag hebben we daarentegen weer zonnig weer. De temperatuur loopt op tot maxima van 20 of 21 graden dankzij een oostelijke wind die matig is. Zondag is een ander verhaal. Dan komt er meer bewolking, maar daartussendoor is ook de zon nog wel te zien. Ja, de temperatuur, de maximumtemperatuur, die stijgt niet verder dan 16 of 17 graden. Na het weekend, ja, dan moeten we ons schrap zetten op zeer fris weer. De temperatuur schakelt terug naar 11 of 12 tot 13 graden. Er staat een frisse noordenwind. Er kan af en toe een bui vallen. Daartussendoor is ook zon, maar het is gans anders weer dan dat we de afgelopen tijd gewend zijn geweest. Beste kijkers, dit was het weekendweerbericht van dit weekeinde.